heparine. En daarvoor kreeg je dan een lintje nog als dokter. Van president Eisenhower was dit. En die was zijn lijfarts heel dankbaar, want hij had hem behandeld met heparine. Omdat hij angina pectoris had. En dat, daar kreeg je toen nog een lintje voor. Heb je nu niet meer te kopen. Maar je ziet dat in de jaren daarna is er ongelooflijk veel veranderd. Is die therapie gerevolutionariseerd, mag je wel zeggen. Want nu met je acute hartinfarct sta je dezelfde dag soms alweer op straat, bij wijze van spreken, als het goed gaat. Word je meteen gedotterd, wordt er meteen een stent geplaatst. En krijg je een handvol medicijnen ook om dat bloedvat in een betere conditie te brengen en open te houden. Dus er is heel veel veranderd. Maar hoe zit dat nu met die bloedstolling en waarom zou dat namelijk belangrijk kunnen zijn? Er zijn drie punten die ik daarbij nog met jullie wil bespreken. Het valt allemaal mee, dus het gaat geen 2 uur duren, dus hou van. Ik wil jullie iets vertellen over het belang van die trombinevorming in deze setting, van het arterieel vaatleiden. Waarom is dat nou belangrijk? En wat draagt erbij? Wat is de relatie met atherosclerose? En tenslotte, wat zouden we daar voor invloed op kunnen hebben met nieuwe antistollische middelen zoals die nu op de markt gaan komen? Nou, we gaan weer even terug naar het proces van atherosclerose. Dit is het verloop in de tijd gezien. En dit is de leeftijd waarin jullie verkeren nog gelukkig en nog hele gezonde vaten hebben. Waarin je een beetje slanke arteriële vaatwand hebt. Zonder al te veel aderverkalking of slagaderverkalking. En een endotel, wat ook vooral actief is in het tegengaan van storing en ontsteking. Dus stoffen uitscheidt, zoals stikstofoxide en prostacycline, die ervoor moet zorgen dat er geen plaatjes aan gaan hechten en dat er geen leukocyten gaan hechten en infiltreren. Dus dat die processen hier geremd worden. En als we gezond leven en werken aan de optimale conditie van dat endothel, dan zal dat proces ook in de loop van de tijd wel wat uitgesteld kunnen worden. Maar naarmate we ouder worden, treedt het toch bij ons allemaal helaas ook in zekere zin dit proces van atherosclerose op, wat gepaard gaat met veel ontstekingsreacties, met apoptose, met ophoping van cholesterol, schuimcellen. En uiteindelijk vormt zich dit soort complexen en een verandering in de vaatwand die ervoor zorgt dat bloedvat ook smaller wordt, die vaatwand dikker en heel reactief is. Want dit is een chronisch inflammatoire situatie die ontstaat. En zo is het ook ongeveer gedefinieerd. Atherosclerose is een chronic inflammatory disease. En die woorden van Russell Ross, die daar veel onderzoek naar gedaan heeft. En daar in de tijd een mooie artikel over geschreven heeft. En dat zorgt ervoor dat die ontsteking die gaat maar door. En dat verergert dat proces tot het moment dat hier die bom barst, als het ware, die atherosclerotische plak, die kan ruptureren of eroderen, waardoor er contact ontstaat met het bloed. En dat is het moment op dat zich daar een stolsel kan gaan vormen, zo'n trombus. En die trombus, die kan dan zeker als die occlusief is, dus het pad gaat afsluiten, voor grote problemen zorgen. Hartinfarct of beroerte, als dat in een halsslag aan gebeurt. En vroeger was het, 10 jaar geleden was het nog zo dat de cardioloog zei, ja, die stolling is allemaal secundair, hè, want pas hier, op dit moment, komt die stolling in gang, want dan heb je plakschade en dan natuurlijk krijg je trombusvorming. En dat moeten we tegengaan. Maar het interessante is dat daar nog een aantal stappen achteraf gaan en die stolling ook een bepaalde betekenis heeft. Om te beginnen, als we nou teruggaan naar dit moment hier, dit was nog een min of meer normale situatie. Stolling was overwegend een antistolling. En dit is een voorbeeld van een experiment van al vele jaren geleden, 1982 gepubliceerd, waarin dat antistollend effect van trombine voor het eerst zichtbaar werd gemaakt in dier experimenteel onderzoek. En dat was eigenlijk een hele simpele proef, waarbij bij een gezond proefdier trombine in een lage concentratie werd geïnfundeerd. En terwijl als je meer daarvan geeft, dan overweegt de procoagulante werking. Maar als je dat doet in een betrekkelijk lage concentratie, dan wordt het gedeeltelijk geïnactiveerd door de remmers, maar ook gedeeltelijk lijkt het zich te binden aan die thrombomodulinen en de EBCR en zorgt het voor antistolling. Maar dat systeem was toen nog niet bekend van het proteïne C-systeem, alleen het antistollende effect werd zichtbaar, omdat hier een verlenging van de stoltijd optrad, die je alleen maar kan duiden als een gevolg van antistolling. Dus
trombine genereert een antistollend effect. En dat was opvallend. En dat heeft ertoe geleid dat dat antistollende systeem in de jaren daarna, dat heeft iets van 20 jaar in beslag genomen, dat voordat het hele systeem, wat ik jullie al heb laten zien, vervolgens werd ontrafeld. Daarbij is waarschijnlijk heel belangrijk dat normale, functioneel actieve endothelcellen beschikken over voldoende van die receptoren. Dus jullie endothel is nog helemaal gezond en fit, beschikt over de thrombomodulin en over EPCR en die kan prachtig dat systeem activeren. Maar wat gebeurt er in de loop van ons leven als de atherosclerose toeslaat, dat endothel dysfunctioneel raakt, want dat raakt van slag. Dat raakt geactiveerd en dat wordt meer procoagulant dan anticoagulant. En dat leidt er onder meer toe dat als je kijkt dat wij, terwijl dit nog normale endothelcellen zijn, dat in het, met toename van atherosclerose, dat thrombomodulin, wat hier bruin gekleurd is, via immunokleuring, dat verdwijnt. Dus als die vaten echt atherosclerotisch worden, dan is er geen functioneel of veel minder functioneel thrombomodulin nog aanwezig. En datzelfde geldt voor het EPCR, wat hier is aangegeven, dan zie je dezelfde ontwikkelingen. Dus blijkbaar is die arteriosclerose leidt tot een verlies van antistollend vermogen, doordat die receptoren minder aanwezig zijn. En waar ze blijven, ze minder gesynthetiseerd worden of uitgescheiden of afgebroken, dat is allemaal nog niet zo duidelijk. Dit is een ander experiment wat later gedaan is toen er iets meer bekend was over dat proteïne C-systeem. Waarbij ook weer dezelfde proef werd gedaan met de infusie van trombine. Dus dezelfde proef als eerder, maar dan in proefdieren die al een zekere mate van atherosclerose hadden. Dit waren dan van aapjes, dat is nou niet zo populair meer. Maar die kan je op een Western diet zetten. En dan krijgen ze ook een bepaalde mate van atherosclerose. Dat heeft in ieder geval geleerd dat als je dat doet, dat er dan sprake is van minder activatie van het AVC-systeem. Maar wat interessanter was, is dat dat proces reversibel is. Want als je die... Als je die dieren dan vervolgens weer een gezond dieet ging geven, dan blijkt dat ook weer te herstellen. Dus dat is in zekere zin reversibel. En het uitzicht ervoor, want dit is voor en dit is na het gezonde dieet, dat het antistollend effect weer gaat toenemen en dat er meer APC gevormd wordt. En dit is dan het gevolg van verklaard dat antistollende effect. Dus het lijkt erop dat die arteriosclerose inderdaad leidt tot een verlies van antistollend vermogen. Maar dat dat wel weer te herstellen is als je een gezond dieet gaat aanbieden. En waarschijnlijk zou je dit ook kunnen bereiken door die bloedvaten of die dieren of die mensen te behandelen met medicijnen. Bijvoorbeeld die het cholesterol verlagen. Dan is het misschien ook mogelijk om een dergelijk herstel van dit antistollende effect te genereren. Dus als je denkt aan de situatie in vivo bij patiënten met atherosclerose, dan hebben we experimentele aanwijzingen dat dat inderdaad gepaard gaat met het verlies van thrombomodulin en EPCR, waardoor die cofactor functie verloren gaat. We zien ook dat dit waarschijnlijk weer voor een deel reparabel is. Maar het betekent wel dat als die situatie zich voordoet, dat je dat verlies hebt, dat de effecten van trombine die we voortdurend aanmaken in ons lichaam, dat die meer gericht zijn op procoagulante effecten dan op anticoagulante effecten. En hiervan kan je je voorstellen dat dat een ongunstig effect heeft uiteindelijk op de kans om trombose te krijgen. Misschien ook een ongunstig effect op het proces van atherosclerose. Nou, dat het een ongunstig effect heeft op de kans op een arteriële trombose is in een aantal studies ook zichtbaar gemaakt. En dit is een beetje een saai plaatje, maar wat laat zien als je kijkt naar activatiemarkers voor de stolling. Dit is een protrombinefragment, een afsplitsingsproduct van protrombine, trombine-antitrombine complexen.
soluble fibrin of D-dimer. Dat zijn allemaal biomarkers voor een geactiveerde stof. En hoe hoger die biomarker was in het bloed, hoe groter de kans was. Die kansen die staan op de vertikale as uitgezet om weer een recidief arteriële trombus op te lopen in die kansslagaderen. Dit waren patiënten met instabiele angina pectoris. En dit is het risico dat zich dat gaat herhalen. Het lijkt een verband te zijn tussen hoeveelheid stollingsactivatie en de kans op recidief angina pectoris. En dat dit niet alleen maar een verworven kwestie is, maar dat het ook iets te maken heeft met het onderliggende genotype. Dat komt uit dit onderzoek. Dat, ik heb jullie verteld dat factor 5 leiden en dergelijke belangrijk zijn voor veneuze trombose. Maar het is toch ook waar, dat als je kijkt naar arteriële trombotische problematiek, dat er wel een verband is tussen het genotype, bijvoorbeeld dat factor 5 leiden, protrombine mutatie en de kans op coronaire hartziekte. Dus de coronaire hartziekte, atherosclerose, atherothrombose, als je dat nou even als één geheel ziet, is wel gerelateerd ook die risico aan dergelijke mutaties. Dus we denken dat zowel de genetica als verborgen factoren toe leiden dat als er meer stolling geactiveerd wordt, meer trombine gegenereerd, dat dat toch het risico op een bijvoorbeeld hartinfarct ook verhoogt. En recent, dit is nog niet gepubliceerd werk, wat laat zien dat er ook een verband is tussen trombinevorming hieruit gezet en de mate van atherosclerose in de kansslagader. Dus als je dat bekijkt met CT-scans van die coronaria, van die kansslagader, en je scoort het op de mate van concentratie en dat is een uitdrukkelijke ernst van atherosclerose, dan is er een verband tussen hoeveelheid trombine in ons bloed en de ernst van de atherosclerose. Dat suggereert, maar dat is niet meer dan een associatie, maar dat suggereert dat er een bepaald verband is tussen die twee. Nou, hoe zou dat nou kunnen werken? En dit is zeg maar ook het nieuwe deel van de stolling waar we nou meer en meer geïnteresseerd in raken, want het klassieke deel, daar hebben we het al even over gehad, dat is die hemostatische functie, dat is het vermogen van de stolling om fibrine te vormen. Dat blijft natuurlijk een heel belangrijk proces. Maar wat we ook hebben geleerd, is dat er interacties mogelijk zijn met dit soort cellulaire receptoren. Dat zijn de andere receptoren, protease activated receptors. En enzymen zoals trombine zijn heel goed in staat om te binden aan die protease receptors, die te activeren. En dat heeft dan ineens impact in al dit soort cellen, op al dit soort processen. Dus er is een goede mogelijkheid als dat trombine dan minder door de trombomoduline kan worden weggevangen, dat er meer trombine beschikbaar blijft om aan dit soort receptoren te binden en dat allerlei effecten hiermee kunnen worden gereguleerd. En dat speelt in endotheelcellen, maar het speelt ook in onderliggende cellen, gladde spiercellen, fibroblasten, kunnen dit soort effecten relevant zijn. En dat heeft, en daar is uitgebreid experimenteel bewijs voor dat dat zo is. Dus dat je zowel angiogenese, oxidatieve stress, apoptose en andere processen, ontsteking, dat die stollingsenzymen daar effecten op hebben. Dus als je dit plaatje weer in gedachten houdt, ook hier in dit hele proces is die stolling mogelijk een belangrijke regulerende speler in het beïnvloeden van die atherosclerotische veranderingen. En ik wil daar een paar bewijsstukken voor aandragen van zaken die we kort geleden ook in ons eigen groep hebben onderzocht. Dit is ten eerste het zichtbaar maken van die stollingseiwitten in atherosclerotische plaques. We weten nu dat tissue factor de basis is van die stollingsactivatie, maar ook dat factor 7 en ook factor 10 en ook andere stollingseiwitten, dat die uitgebreid aanwezig zijn in atherosclerotische plaques en dat die ook gelokaliseerd zijn op specifieke plaatsen. Dit is in associatie met macrofagen en hier met gladde spiercellen. En dit zie je in vroege lesies en dit zie je dan in wat latere lesies. En het is ook zo dat er ook een kwantitatief verschil tussen is. Naarmate die atherosclerose zich verder ontwikkelt, zie je dan weer een verlies optreden in die stollingseiwitten. Dus ze minder actief zijn in ieder geval. En dit duidt misschien op de proteolyse of afbraak van die eiwitten in de plaatsen. Maar we denken dat in dat hele proces die stollingseiwitten daar toch een functioneel een bepaalde rol in spelen. Nou, dit is nog een ander plaatje om dit zichtbaar te maken. Dus waar het naartoe gaat en wat we ook direct experimenteel nu hebben kunnen zichtbaar maken, is dat er een belangrijke interactie bestaat tussen
de mate van stollingsactivatie in het bloed en in de vaatwand en de gevolgen voor die vaatwandbeschadigingen, met name voor dat proces van aterosclerose. En dit laat even zien wat de basis is van de gedachten over trombose die terug te voeren zijn op Rudolf Virchow, een belangrijke pionier in de stolling, die formuleerde dat trombose altijd de betrokkenheid van deze componenten met zich meebrengt. Dus het is nooit één factor die ontregeld is. Het is nooit alleen maar vooral de stofbaarheid waardoor je trombose krijgt. Het is altijd een interactie van die drie factoren, dat we dan kennen als de trias van Virchow. Nou, is het nou, want ik heb jullie wat associaties laten zien, dus meer trombine, meer aterosclerose, maar heeft het nou werkelijk iets met elkaar te maken? Dat is dan de vraag die we vervolgens nog graag willen beantwoorden. Of zoals een andere onderzoeker dat vroeger zei, waar is al die trombine nou eigenlijk goed voor? Ik heb toen een promovendus bij ons was, dat is nou 4 jaar geleden dat ik kwam, Julian Borisov, die is daar helemaal in gedoken. Toen ik hem vroeg van kijk nou nog eens wat er over gepubliceerd is. En die slaagde erin ook om dat allemaal in één tekening te verwerken. Heel knap. Hij kon ook heel goed tekenen. Of dit soort plaatjes maken, dat zijn geen tekenen meer, maar componeren. Ja, soort kunstwerkjes. Waarin alles wat er op experimenteel gebied beschikbaar was aan kennis verzameld was over de effecten van trombine in op cellen te maken met de vaatwand. Dus met de deelcel, de spiercel. En alles, de early stage en de advanced stage van de aterosclerose. En dit vormde de basis voor verder onderzoek wat we zijn gaan doen, te kijken, is dat nou werkelijk in vivo, is dit nou relevant? Het is heel fijn dat soort promovendus, kan ik jullie vertellen. Ik kon het heel goed schrijven, dus ik kan een prachtige artikel maken. Dat is nog veel fijner. Nou, er waren wat meer voorbeelden op die jij uit de literatuur haalde van effecten. Stollingsdefecten en effecten op aterosclerose, want dat was onze specifieke vraag. Heeft het een met het ander te maken, stolling en aterosclerose? Nou, dat was wel wat al gepubliceerd had. Bijvoorbeeld dat de 5-factor 5 leiden mutatie, hoogmoesigroot, die kan je in de muis aanbrengen. En dan leidt het ook tot een verhoogde mate van aterosclerose. Dus dat suggereert dat er een verband was tussen die zaken. We zijn het ook verder gaan onderzoeken. En ik zal niet op al die details ingaan, dat is verder niet zo interessant. Maar we hadden 2 muizenlijnen ontwikkeld op een achtergrond van APOE, knockout, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een soort aterosclerose. Iets wat een beetje in de buurt komt van wat je bij mensen ook ziet. Terwijl een muis natuurlijk een heel ander wezen is dan een mens. En ook de aterosclerose is anders. Maar het is iets wat daarmee te vergelijken is. En dan hadden we een muis die verminderd stolbaar was, vermeerderd stolbaar was. Tegen een prone mutatie in de trombomodulinen. Verhoogde stolbaarheid en wel een verminderde stolbaarheid. Dat waren 2 wezenlijk andere modellen. We konden niet één en hetzelfde defect benutten om pro en anti te onderzoeken, maar een vermeerderd en een verminderde stolmuis op die manier. En die stolling was ook zichtbaar verlaagd of verhoogd bij de betreffende muizen. Dit waren dan de controlemuizen. Deze muizen hadden verhoogde stolling. Protrombine heterozygote muizen hadden een verminderde mate van stollingsactivatie. Dit is een trombine generatietest en dit zijn van een trombine complex. Nou, heeft dat ook een effect op aterosclerose? Ja, dat lijkt er inderdaad zo te zijn. Want diezelfde muizen met verhoogde mate van stolling hadden ook een duidelijk toegenomen aterosclerose. Dit is dan min of meer een spontane beloop. Dus als je in de tijd lang genoeg wacht en je gaat kijken wat is daarvan aantoonbaar, dan zie je dat er veel meer aterosclerose is. Dat zijn die paarse balkjes hier. En bij die protrombine heterozygote muis die minder stolbaar is, zag je ook minder aterosclerose. En dit kan je ook op andere manieren bekijken. Dit is dan dwarsdoorsneden. Je ziet uitgebreide aterosclerotische veranderingen in die muizen, vooral het stolbaar waren. En veel minder dan weer bij de andere diertjes. En wat ook interessant was, is dat het ook het fenotype van die plaks beïnvloedt. En waar het op neerkomt, is dat je bij een verhoogd stolbare muizen zie je meer macrofaagactiviteit, minder collageen. En dat kun je samenvatten als een meer instabiel fenotype van die aterosclerotische plaks. Dus meer ontstekingsactiviteit, waardoor ze waarschijnlijk kwetsbaar zijn, makkelijker ruptureren. Terwijl juist bij die minder stolbare muizen er meer collageen was, een minder macrofaag aanwezigheid en daardoor verminderde, een hogere stabiliteit. Dus het lijkt niet alleen het volume te beïnvloeden, de hoeveelheid atro, maar ook de plakfenotypes wezenlijk te beïnvloeden.
Dat heeft Julian toen ook nog in een ander model uitgezocht. En het gaat er niet om om dat andere model dan weer helemaal door te nemen. Maar, maar het was wel belangrijk omdat hij daar vervolgens een therapie is gaan toepassen. Hij is gaan kijken wat er met gebeurt als je die muis antistolling geeft. Nou, dit is nog even de beschrijving ook van die atherosclerotische lesie in die stofbare muis. Met de trombomotorine mutatie zie je indrukwekkende afwijkingen. Je ziet als je daar goed in kijkt op plank hemorrhage en aanwijzingen voor herhaalde trombosering. En dit begint heel erg te lijken op wat we dan bij de mens zien aan gecompliceerde lesies. Dus dit is eigenlijk voor het eerst ook dat in een muismodel dat het ook eigenlijk in de buurt komt van complexe atherosclerose bij mensen. Dus veel minder in die heterozygote crotalamine muizen. En tenslotte, als je dan kijkt van wat gebeurt er nou als de stolling gaat remmen. En daarvoor hadden we de beschikking over een specifieke trombineremmer. Dat was het dabigatran. En dit is het middel wat inmiddels ook op de markt is gekomen voor behandeling van patiënten. En ook geregistreerd is bij patiënten met atriumfibrilleren bijvoorbeeld. Die daar hun leven lang mee behandeld zouden kunnen worden. Nederland is daar nog niet zo enthousiast over, maar in de rest van de wereld wordt het al grootschalig gebruikt. Dus dit is een relevant middel, en wat gebeurt er nou? Het gaat nu op automatisch. Als je die muis behandelt bij dabigatran, dit is de onbehandelde muis, uitgebreide atherosclerose, en dit is de behandelde muis, en helemaal geen atherosclerose meer van betekenis. Dus het lijkt erop dat je daar dat hele proces radicaal mee onderdrukt. Hetzelfde konden we bereiken door geactiveerd proteïne C, daar is die weer, dat hebben jullie ook eerder gezien, toe te dienen, dan gaat die terug. Ook met dat geactiveerde proteïne C blijft je in staat om deze effecten toch in belangrijke mate te verkrijgen. En de vraag is of dit dezelfde mechanismen zijn die hiermee beïnvloed. Dat weten we nog niet helemaal, maar het effect is inderdaad vrij overtuigend. En dat laat ons zien, en dat is eigenlijk het belang hiervan van die proef, dat die stolling wel degelijk ontzettend belangrijk kan zijn in zo'n experimentele setting van atherosclerose. En dat het denkbaar is, als je je patiënten mee gaat behandelen, dat je ook dergelijke effecten zult zien. Waarschijnlijk in veel geringere mate, hè, want wat je in proefdieren ziet, het vertaalt zich niet makkelijk naar mensen toe. Maar het geeft wel een indruk over de interacties die ook kunnen optreden en dat dat echt relevant zou kunnen zijn. Het blijft overigens ook, als je deze muizen gaat behandelen met dabigatran, dus als ze al zo ernstig aangedaan zijn, dat je ook in de richting van deze situatie weer regressie kan krijgen van de atherosclerotische plaques. Ook weer met diezelfde dabigatran. En dat is heel wonderlijk. En of dat vergelijkbare mechanismen zijn, daar weten we eigenlijk nog helemaal niks van. En dit is heel nieuw, want er was niets over bekend. En ook met de oude antistoffenmiddelen is dit soort effecten nooit beschreven. Dus het is voor ons wel een openbaring om te zien hoe drastisch hoe groot dat effect werkelijk kan zijn. Nou, waar heeft dat nou mee te maken? Welke mechanismen zijn hier nou bij betrokken? Nou, dit is weer een ander plaatje dat ook weer hetzelfde weergeeft. We weten dat het dabigatran onder andere leidt tot effecten op monocyte en neutrofiele influx. Dus dat de aanwezigheid van macrofagen en van neutrofielen aanzienlijk minder aantoonbaar is. En we hebben ook goede aanwijzingen dat dat te maken heeft met de migratie van die cellen in de vaatwand. En ook de activiteit van die cellen wordt daarmee onderdrukt. In de zin dat je veel minder cytokineproductie hebt. Dit zijn een aantal kronen van het ware cytokines die normaal door monocyten en neutrofielen worden gemaakt. En ook de cellen. En je ziet in alle gevallen, die dabigatran behandelde muizen hadden lagere niveaus in hun bloed van deze proling van het ware cytokines. Wat er ook op duidt dat die interactie, dat die antistolling leidt tot anti-inflammatoire effecten. En dat dat misschien de basis is van dat effect op de atherosclerose. En dit is dan een beetje de boodschap om mee te nemen naar huis of waar jullie naartoe gaan. naar huis weet ik ook, maar dan heb je een uurtje extra. Stolling en deze zaken hebben heel veel met elkaar te maken. Dat weten we nog met bitter weinig van. Zeker bij patiënten is daar nog heel veel aan te ontdekken. Dat is echt heel fascinerend. Niet minst als je het zoals ik dat leuk vind. Een beetje gek voor zijn misschien, maar dat is de moeite waard.
betekenis is wel, en daar maak ik me wel een beetje zorgen over, dat wij straks zoveel patiënten willen gaan behandelen met navigatran, zonder enig idee te hebben wat bij patiënten nou het effect is op navigatran of op andere complexe processen. En je kan je voorstellen dat het niet per se gunstig is, hè? Nou, fijn, wat minder aterosclerose. Maar als het werkelijk zulke ingrijpende effecten heeft op je ontstekingsmechanisme of inflammatie, dan is de vraag of het wel eens wat goed is. En op de lange termijn, dat ook niet ongewenste bijwerkingen zal hebben. En dat weten we wel van de ouderwetse medicijnen, die er in de kamer van is, dan leidt dat meer klassificatie. Nou, wat die nieuwe middelen doen, dat kan ik maar voorzien. En daar hebben we dan meer klinisch onderzoek voor nodig. En dan zou het zo kunnen zijn uiteindelijk dat we dan misschien over een aantal jaar kunnen zeggen, ja, dat is geweldig. We voegen ook daar, we gaan gewoon toe aan dit hele pakket. Dan krijg je ook nog minder aterosclerose en dan heb je nog meer secundaire preventies. Maar ik zou daar niet al te simplistisch over willen denken. Dat was het eigenlijk. Binnen een uur. Een beetje snel. Maar hebben jullie nog vragen? Niet, dan prettige dag. Dan mogen jullie e-mail of wel zo komen.